De lekker verse Belgische tomaten die u bij Kolruit vindt, komen van lokale telers. Die weten perfect aan welke kwaliteitseisen onze tomaten moeten voldoen. Om die kwaliteitsvolle tomaten te telen, maken onze leveranciers zoveel mogelijk gebruik van de natuur, bijvoorbeeld voor de bestuiving van de tomatenplanten. Tegenwoordig gebeurt dat met hommels. Hommels die komen toe hier in nestkastjes, die worden onder de planten gezet. Daar kunnen de hommeltjes uitvliegen. Dan vliegen ze naar de bloemetjes en ze doen zich daar te goed aan de nectar. En dan kunnen ze van bloem tot bloem het stuifmeel eigenlijk overbrengen, waardoor dat wij bevruchte bloemetjes krijgen. Ook de planten beschermen tegen schadelijke insecten, zoals de witte vlieg of de rode spin, gebeurt op een natuurlijke manier. We gebruiken geen insecticiden meer, we gebruiken nu natuurlijke vijanden die de slechte insecten die schade toebrengen aan onze tomaten opeten. Verder zorgen voldoende zonlicht, warmte en water met voedingsstoffen voor mooie volle trossen. Om de tomaten te oogsten gaan de telers in verschillende plukbeurten te werk. De vruchten worden geoogst niet door ze gewoon van de takken te trekken, maar door ze af te knippen met een fijn schaartje. We beginnen met de oogst wanneer de tomaten rood worden, dat is van maart tot in december. Dan worden ze handmatig in de kistjes gelegd, nogmaals gecontroleerd op kwaliteit en dan gaan ze naar de veiling. Tomaten zijn caloriearm, heel rijk aan vezels en een bron van vitamine C. U kan uw tomaten na aankoop nog enkele dagen bewaren in de kelder of in een fruitkorf. Voor een fris tomatenslaatje kan u een mengeling van verschillende soorten tomaten gebruiken. Snij ze in blokjes of halve maandjes en besprenkel ze met wat olijfolie en balsamico-azijn. Voeg als afwerking vers gesneden blaadjes basilicum toe en kruid met peper en zout. Om tomaten te pellen maakt u eerst een kruisvormige insnijding onderaan de tomaat. Dompel ze 10 seconden in kokend water en spoel ze daarna onder koud water. Daarna kan u de pel makkelijk verwijderen. Een tomatenchutney is ideaal bij geroosterd vlees. Meng chalot, knoflook en fijngesneden gepelde tomaten. Laat 15 minuten stoven en breng op smaak met balsamicoazijn. Voeg nog wat bruine suiker toe en kruid met peper en zout. En voorbij een buffet kan u grote vleestomaten uithollen en vullen met bijvoorbeeld rijst of couscoussalade, verse kruiden, paprika en kappertjes. Op onze culinaire site lekker koken vindt u nog heel wat andere recepten met tomaten. Ideaal om nieuwe manieren te ontdekken om ze klaar te maken.